In 1943 vertrekken uit kamp Vught twee treinen met Joodse kinderen naar kamp Sobibor. Ik heb ze nog dag gezegd. Dat mocht ook eigenlijk niet eens hoor. People crying and crying. And they knew they'd never see each other again. They knew that. Je mocht ook niet kijken. Ze gingen toch ook niet vlug gekeken. De radeloosheid en de pijn van het afscheid. Vanavond in Andere Tijden.